alone, bitch. Wait, if I'm in Diggy body, Breezy is who? Hold my daughters in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do? I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this bitch sideways. Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar de eerste video op mijn YouTube kanaal. Ik ben hartstikke blij dat je me hebt geabonneerd. Sowieso de mensen die voor het eerst kijken, doe alvast een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En vergeet niet dat belletje naast de abonneerknop aan te tikken, omdat dan weet je wanneer ik een nieuwe video plaats. Oké, ik ga vertellen wat ik vandaag ga doen. Ik ga vandaag een haartutorial maken. Over hoe ik mijn haar doe soms of wat dan ook, of hoe ik het verzorg. Maar vandaag ga ik gewoon een tutorial doen hoe ik mijn haar doe, zeg maar. En ja, laten we beginnen. Oké, wat je dus nodig hebt voor je haar, voor deze tutorial, is EcoGel. Gebruik de EcoGel die jij nodig hebt. Dit is voor alle haartypes, dat staat op elke verpakking. Hier zit geen alcohol in en het is aloe vera of olijfolie. Maar dit is beter voor, zeg maar, blond stijl haar. Dus ik raad je aan om deze te halen. Je kan het in Surinaamse winkels halen. Gewoon, hoe jullie het noemen, is het de toko, oké? Oké, wat je meer nodig hebt is elastiekjes. Gewoon hoe je haar mee vastzet. Je hebt sowieso een borstel nodig, een kam en een beetje water. Oké. En een tandenborstel voor als je je edges doet. Of je hebt een speciale, hoe noem je het, een paardenborstel. Maar ja, dat is zoals je gebruikt. Dus laten we beginnen. Oké, wat je doet is je maakt je haar los. Doe het wel voorzichtig, niet als mij dus, want... Ik ben best ongeduldig, dus dat trekt heel vaak aan mijn haar, want ja, dat ben ik gewend. Maar doe het dus niet. Vrijwel over je hoofd, dat is ook beter. Ik had een foutje gemaakt, ik wou worstelen. Maar eigenlijk wou ik het anders doen. Wat je kan gebruiken is een puntkam, maar liever gebruik deze, want ja, ik weet het zelf ook niet. Je doet je haar dus door het midden. Ik zit heel lang met mijn haar te spelen. Want eigenlijk lukt het me niet altijd. Neem in ieder geval de tijd om je haar te doen. Dan doe je de helft van het, de helft van de helft. Dan maak je eventjes een knotje van. Want we gaan aan de andere kant, gaan we aan de slag. Wat je moet doen is echt goed je haar uitborstelen. Want als je twee knotjes hebt gehad, dan ga je echt last krijgen. Dus kam het goed uit. Gebruik de borstel die jij moet gebruiken, wat jij fijn vindt. Ja, ik gebruik deze. De volgende stap is, je doet een beetje water. Ja, er was een beetje in mijn broek gekomen, dus daarom keek ik zo. Dus je doet alles goed verspreiden van je haar. Ja, het zit in een rare fles, ik weet het. Maar het heeft natuurlijk, er zit olie in. Ja, nu heb ik er water in gedaan. Ik heb het natuurlijk goed gespoeld. Wrijf het ook aan de bovenkant, waar je staartje zo meteen zit. Want anders is het super droog. Dan doe je je haar in een staartje. Maar natuurlijk moet je het wel met een kam naar boven doen. Want anders...
Sorry, foutje. Je moet eerst wat gel zetten. Niet te veel. Want de gel wordt hard. En dat is echt vervelend en geïrriteerd voor je haar. Doe het ook aan de onderkant van je haar. Want anders gaat alles pluizen naar beneden en je houdt niet van plukjes. Want dat is echt vervelend. Doe het ook aan het puntje van je haar. Want dat is vooral droog. Want daar moet je een klontje mee maken. Dus dan pak je een kam. Ja, ik liet dat vallen. Je pakt dus een kam en dan doe je alles naar boven kammen. En ja, gewoon goed kammen, zodat je niks vergeet. Als je haar in een staartje doet, je moet zeg maar slagen maken. Maar doe hoeveel jij nodig vindt om te gebruiken. Ja, niet te veel, want anders gaat je haar niet goed los. Oké, dan gaan we naar de andere kant. Zorg ervoor dat het plukje van de staart niet naar de overkant gaat. Want dan gaan je knotjes misvormd worden. Oké, dan gaan we weer een beetje kammen. Borstelen. Mijn haar is ook moeilijk hoor. Maar dan gebruik je een beetje water. En dan spreid je het weer over je haar. Is gewoon precies hetzelfde als aan de andere kant. Maak je haar niet te nat. Want dat is niet goed voor je hoofdhuid. Vooral als je naar buiten gaat. Dan kan je ziek worden. Dan smeer je gel. Bij mij lijkt het veel, want kijk, ik heb donker haar en als het nat opkomt, dan is het. Het lijkt het heel nat. Oh ja, ik wel even vergeten bij vertellen. Zorg er wel voor dat je staartje op de goede hoogte zit. Niet eentje laag, niet eentje hoog. Want dan ga je klontjes scheef zitten en ik weet niet of je dat wilt. Je kan je haar ook natuurlijk zo doen. Dat is wel heel leuk. Twee ponytails. Ze zitten een beetje aan de achterkant, een beetje lelijk, maar het komt er goed. Wat je doet is je draait je haar in een twist of je draait het gewoon. En dan draai je het zeg maar in een knot. Oh ja, dat plukje gaat bij mij altijd los, maakt niet uit. Dus dan draai je het in een soort donut. Je kan knotjes ook natuurlijk anders doen. Maar dit is een voorbeeld wat ik laat zien hoe ik mijn haar dus doe. Dat doe je natuurlijk ook aan de andere kant. Ik doe 2 elastiekjes per knotje. Want zeg maar eentje voor de staart en eentje om de knotje vast te krijgen. Maar je moet er wel voor zorgen dat je puntjes van je haar een klein beetje nat zijn. Want anders gaat het droog worden en dan gaat het pluizen. Steek het plukje bovenuit. Maar dat kan je altijd oplossen om een speldje te gebruiken. Dan blijft je knotje zitten hoe jij het wil. Ik heb mijn haar niet zo goed gedaan hoe ik altijd doe. Sommige mensen denken, je haar zit altijd zo.
Maar eigenlijk wou ik iets anders doen. Ja, en het, ja, de achterkant van mijn haar is best vervelend. Dus je hebt nu 2 knoopjes gemaakt. Je kan alles doen, een bandana in of wat dan ook. Oké, nu ga ik eitjes doen. Ik gebruik een tandenborstel en gel. Je kan natuurlijk ook een andere borstel gebruiken. Ik doe alles mooi plat maken, zodat er geen pluisdingetjes omhoog staan. Ja, soms kan er een haar vastzitten, maar ja, dat is menselijk, hè. Dan doe je je babyhaartjes naar beneden. Pak niet te veel gel, want dat gaat wel aan je voorhoofd plakken. Pak alle haartjes mee wat je naar beneden hebt gedaan. Dan doe je dat precies aan de andere kant. Je kan 1 kant doen wat jij wil, maar ik doe het liever aan 2 kanten. Ja, ik was tevreden maar met 1 kant. Van de andere kant kon je niet goed zien, dus dan moet je een heel klein beetje meer gel erbij doen. Ja, mijn kanten verschillen. Bij eentje kan je het goed doen en eentje niet. Maar deze is wel ietsjes beter. Tot dat jullie hebben gekeken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op de melding te klikken. Volgende keer kom ik met weer een leuke video. Deel met je vrienden, deel met je familie, wat dan ook. Dankjewel dat je hebt gekeken naar deze video. Hopelijk vond je het interessant. Je mag sowieso onder de video schrijven wat ik nog voor video's moet maken. Misschien heb je een goed idee. Dankjewel. Holla Maria, we gon' holla party. Holla Maria, we gon' holla party. Holla Maria, we gon' holla party. Bitches dancing naked in my living room.